Welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee en geniet van de beelden wat we gaan maken. Nou, ik ben thuis van het werk. En druk even op die abonneerbutton en like deze video en belletje. Blijf van alles op de hoogte. En als je lid zou worden, dat zou leuk zijn. Lees even de beschrijving. Dan kom je er vanzelf uit. Ja, in ieder geval. Overigens, niet verplicht. Ja, ik zeg dat gewoon, is overigens daar komt de baas. Hè? Ja. Daar komt de baas. Nou, ik ga even lekker lunchen. En, ja goed, ik neem jullie vandaag gezellig mee. Heel veel kijkplezier en geniet van de beelden wat we gaan maken. Dus in ieder geval, ga lekker lunchen. Ik heb de lunch op, dus ik ga mijn schoenen aandoen en de jas aandoen. En dan zeg ik zo waar we naartoe gaan. Alright. En als je een auto nodig hebt, kijk even naar autovaassen.nl. Want die hebben hele leuke occasions. En ook lease en dat soort dingen allemaal. Dus in ieder geval, kijk daar in ieder geval ook op. En monteurs, dank jullie wel. Een shout-out voor jullie. Dus top bedoel ik. Top service hebben jullie. Autovaassen.nl. We hebben de jassen aan. Ik en Linda, we gaan er vandoor. Wij zitten in de auto en we gaan op naar Duitsland. Wij zijn in Duitsland. Jawoel, we zijn zo blij. Ja, dus Linda is een kar pak. Ik heb de tas even. En dan gaan we naar binnen, want het is vrij druk hier. Wel gezellig druk. Nou, we gaan naar binnen. We zijn bijna klaar, dus het is gezellig druk hier. We hebben alles op naar de kassa. We hebben de boel weer ingepakt. Dus we gaan op naar de auto. Ik zal Linda even ondersteunen. Hè? Oeh, lekker windje. Het is toch heerlijk weer na die behoorlijke regenperiode. En het is toch wel weer fijn als het zonnetje schijnt. Ja. Heerlijk. Vitamine D. Dat is wel fijn. En de boel is weer ingeladen. Dus ik ga even de kar terugzetten. En wat ik al zei, het is heerlijk weer in het zonnetje. Zalig. Dan zet ik even de kar terug. Tadaa. Zo. Muntje meenemen. En dan gaan we richting auto. Dankjewel weer. Niet gesponsord, zelf betaald. Ja, uit eigen zak. Op naar de auto. Wij zitten in de auto en we gaan op naar huis. Wij zijn weer thuis en ik heb de boodschappen van Duitsland heb ik hier op tafel staan. Waarom komen we nou in één keer naar huis? Dat kan ik wel even zeggen. Linda's zus die komt dadelijk even hier op bezoek. En is dat wel mooi. Dus ja goed, zal ik kijken. Bier. Groetjes. Twikkerkaas, lekkere salade, aardappelen, geraspelde kaas, spontjes, doekjes, echte wortelen, roggebrood, klein blikje ijsthee, twee badschuim, nog een badschuim, drie voor de wasmachine tabletten, dus koffie, pasta saus, lekkere aardappeltjes, dan heb je alles reiniger. We hebben spinazie, die is goedkoper als in Nederland. En dan hebben we twee cola, wasverzachter, vier kamelk hebben we dan. Dan hebben we twee smeerkaas, rode kool, dan hebben we kip, gehakt en appelmoes. Oh nee, hij wel hè. En de worstjes en dan ijsthee en keukenrol. Dus, in ieder geval, dat gaan we opruimen. Dan zijn we in ieder geval in Duitsland al geweest. De boodschapjes zijn allemaal opgeruimd. Nou was ik van plan om even weg te gaan, want ik moet sowieso even tanken. Dus dan kan Linda gezellig bij haar zus blijven. En dan kan ik ook weer even andere dingetjes doen. Dus en dan neem ik jullie daar gezellig in mee. Dus in ieder geval. En dan gaan we straks wel weer de rest van de boodschapjes halen. Dus, yes, alright. Ik heb mijn jas aan. Op naar de scooter. Dag Linda. Doei, de schat. Yo. Ik ben bij mijn familie aangekomen, dus ik ga ook even daar naar binnen. En, ja goed, even een kopje koffie drinken. En dan is het mooi. Ik heb gezellig lekker gekletst. Dus, ja goed. Ik heb de helm even vast, dus
Ja. In ieder geval, ik ga naar de scooter en dan rij ik richting tankstation. Jippie. En ik ben bij het tankstation. Dus ik ga jullie wel even tanken. En dan, ja. Dus, ja. Tadaa. Ik heb getankt, dus ik ga binnen betalen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Alright. Het is gebeurd, ik heb betaald. Haal hem op en op naar huis. Yes, alright. Ik ben weer thuis en ik heb de jas aan, want wij gaan nog even nog naar de andere supermarkten. Daar gaan we dadelijk ook naartoe. Ik ben net thuis, dus ik heb getankt en ik ben even daar, wat jullie hebben gezien. Gezellig geklets en het was hartstikke leuk. Dus ja goed, dus maar in ieder geval, wij gaan op naar de auto. Zo, we zitten weer in de auto. We gaan op naar de laatste twee supermarkten. Nou, ik denk drie. Ja. Dan moeten we nog even naar de Lidl in Brunt. Nee, dat doen we wel een andere keer. Maar dan komen we. Of misschien straks. Maar dat zien we dan. Eerst even naar die andere twee. Alright. En we zijn bij de volgende winkel aangekomen. Bij de Aldi in Brunsum. Ja. Nou, dan gaan we het karretje pakken. Nou, tadaa. En dan gaan we naar binnen. Op naar binnen. We zijn binnen. Ja, lekker binnen. Nou, even pakken. We hebben niet veel hier nodig. Dus we wandelen nog even verder, hè? Ja. We zijn klaar, we staan aan de kassa. De boodschappen hebben we ingepakt. En wel. En dan gaat het karretje terugzetten. Dus, een auto. Wij zitten heerlijk in de auto. Ja goed, het weer is in één keer omgeslagen naar bewolking. Vanmorgen toen we in Duitsland waren was het lekker. En nu, maar ja goed, als het maar droog blijft, dan is alles goed. Hè? Of het nou regent, sneeuwt, maakt niks uit, we zijn altijd blij. Ja. Dus in ieder geval, op naar de volgende. Wij staan voor de volgende supermarkt, de Albert Heijn Jan Linders. Ja, ja goed, ik heb bestaat nog toevallig oud Jan Linders. Eentje, ja. Dus in ieder geval, wij gaan hier even naar binnen en dan kom ik later bij jullie terug. Want eerlijk is eerlijk, ik heb hier een keer gehoord gekregen dat ik niet mag filmen. Maar goed, ik mag wel met meerdere dingen niet, hè. Maar in ieder geval, we gaan even naar binnen en dan kom ik daarna weer terug. Yes, alright. Wij zitten weer in de auto en we hebben boodschappen weggehaald. Dus we werden ook aangesproken in de winkel in verband over het krantje. Dat ligt gewoon in de supermarkt hier bij Albert Heijn. En dat was wel leuk, dus ik ja. Zeg, lees u maar goed en dan doet u maar abonneren. En als u mensen kent, dan geef u maar door. Ja, dus maar goed, in ieder geval, dat is dat. Wij gaan er weer vandoor en dan nemen we jullie gezellig. Mee. Yes, dat is in ieder geval. Toedeloe. En we zijn op de volgende bestemming zijn we aangekomen. Bij de Lidl. Wij zetten dat over de grens. We waren toch op één weg, dus leuk. Hè? En dan rijden we even hierheen. Het is toch maar een klein stukje van Brunsum naar Sittard. Dus, yes, alright. Kijk, hier heb je een bakkertje. Nou, ik ga naar binnen. Ik heb wat ik hebben moet. Op naar de kassa. Op naar de kassa. Ik heb betaald, dus op naar Linda. Ja, Linda is even in de auto blijven zitten. Dus daar ga ik wel even gauw alleen. Dan ja, is dat mooi. Dus een auto zetten. Zo, we zitten weer in de auto. En dan gaan we echt richting huis. Yes, dat is hier ons thuis. Toedeloe. Wij zijn thuis aangekomen met het ontvangst van de kat. Kijk maar. Daar is die. Ja, in ieder geval, ik heb de boodschap hier op tafel gezet. Dus. Ja, die ga ik even uitstallen en dan laat ik het jullie zien. Ik heb het even wij hebben het even uitgesteld zoals je ziet. Ik zal hier even beginnen. Het zijn worstenbroodjes, shawarmavlees, tampasta, beefy worstjes, curry ketchup, frietensaus, pindakaas, lekker zakken chips, tros stoeptomaatjes, jus, oproep, brood en broodjes. Die zijn voor onder de stoel, die moeten plakken. En een nieuwe voor de wc, ja, die lag bij de Aldi hier in Nederland.
5 euro. Niet duur. En weer kipfilet. Watermeloen zero. Bami speciaal. Bami vlees. Mie. Zwicky. Nasi bami groente. Voor diegene die dat weet. En die reactie heeft gegeven. Ja, het is duidelijk. Dat gaan we ook een keer maken. Saté. Komkommer. Soepballetjes. Theeworst. Antifloesnoepjes. Crystal Clear en Fanta. Macaroni. Want dat wou daar een keer eens. Twee koekjes. Afvalzakjes. Popcorn. Soort Crystal Clear staat. Oven bami nasschijf. Dat ja. Hagelslag. Ja, en dat zijn. Oh ja, en de waspoeier van de Lidl. Dus ja, goed. Dus in ieder geval, Linda gaat het opruimen. En dan gaan we zo eten maken. Als Linda dat uithaalt, kijk, heb ik de wc-rolhouder. Ik dacht dat ik met schroefjes, maar het is met plakband. Want, wat is het namelijk? Even dicht. Kijk, deze. Die is kapot. En ja, goed. Dan is het wel makkelijk om zo in een draad te zetten. Dus ja, ik ga even schroeven draaien of de boor even pakken. En dan kan ik die eraf halen. Nou, ik heb jullie even neergezet. Ik heb de boor even gepakt. Even een lampje aan. Zo, hé. Kijk, dan kan dat ook weer weg. Dan halen we de plaks eraf. Kijk maar. En dan doen we die hier. En hij hangt. Voilà. Hopla. Nou, als we nog een keer willen verplaatsen, dan kan dat. Maar in ieder geval. Hebben we nu. Ik zag die liggen, ik zeg tegen Linda, neem hem mee. Kunnen we die wel vervangen. Dus, maar, en die kan weg. Yes, alright, opruimen. En ik heb ook gelijk even die plugjes eruit gehaald. Dus ja goed, dat is weer een klusje. Ik ben geklaard. Dus in ieder geval, dat is dat. Ik ga jullie neerzetten, want we gaan dadelijk eten maken. En dat ruimen we straks wel op. Alright. En wat gaan we eten? Heerlijke frietjes. Met aardappelen kaas blokjes zijn daar. En Linda vond die ja, bami lekker. Dus ja goed, dan ga ik even eten maken. Top! Op of de top, top, top. Ja, en Daan is nog steeds niet thuis. Die gaat bij dat klasgenootje, vriendje, voetbalvriendje. Ja, dat is een één. Dan gaat hij dan ook eten straks en dus hij komt later thuis. Ik weet niet of jullie dat überhaupt in de vlog kunnen zien. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Zo, nu gaan we terug. Wat zeg je? Ja? Ja, dat is de kat, hè? Dat is die. Zeg maar hallo, mensen. Zeg maar hallo, mensen. Hij zegt niks. Zeg maar hallo, mensen. Kijk, dan wil hij naar buiten. Ja. Wil je even naar buiten? Ja. Om even lucht te scheppen, hè? Dus, in ieder geval, dat is klaar. Ik ga de rest even tafeldekken en dat soort dingen allemaal, dus kunnen we dat even gaan doen. Dus even kijken of ze klaar zijn. Oh ja, die zijn al klaar. Zo. Dan gooi ik eerst even die bami's erin. En dan doe ik die aardappelen kaas blokken. Doe ik dan daarna in. Zo. Nou, in ieder geval, dat is dat. Dat gaat lekker warm worden. Linda, kom je eten? Ja. En heerlijk lekker eten.
Tafel is gedekt, de kat is verzorgd, dus dan komt alles dik in orde. Dus, bon appetit. Smakelijk eten als je op het eten bent. Toedeloe. Eens even kijken of de bamienblokken klaar zijn. Ik denk het wel. Ja. Hopla. En dan doe ik die aardappelen nog erin. Zo, want hij was... Zo, en dan kunnen we bami maken. Bami? Bami. Bami. Bami, bami. Nou, in ieder geval, we gaan eten. Eens even kijken of de kaas, aardappelen, blokjes klaar zijn. Oh ja, die zijn al uitgelopen. Ja. En straks gaan we het aanhalen. Dat is over een uurtje, dus hebben we nog even rustig de tijd. En dan ja goed, gaan we weer verder eten. Wij hebben lekker gegeten. We gaan de boel opruimen, de aardig schoonmaken en dat soort dingen. En de vaat aanzetten. Dus daar gaan we even mee aan de slag. En dan kom ik dan even terug. Yep. Wij hebben de boel hier opgeruimd. Ja, ik heb even het lampje aangedaan. Ik heb de aardig mooi schoongemaakt. Alles teruggezet. De vaat staat aan. En dan ga ik even bij Linda zitten. Gezellig even aan de andere kant zitten. Ja, dus ja goed, de vlog gaan we nog niet afsluiten. Want we gaan Daan dadelijk over een klein half uurtje, denk ik. Hè? Ja. Binnen een half uur gaan we hem halen. En dan zien jullie hem toch nog in de vlog. Dus, als je wilt. Als je wilt, ja, uiteraard. Hij is dus, die boem, het is eerlijk. En we hebben de vlog van de fotoshoot. Ik hoop dat jullie die vlog ook hartstikke leuk hebben gevonden. Ja, dus het is altijd leuk om terug te kijken. Dus in ieder geval, ik neem jullie straks nog. Nee. Maar ik had nog ik wou wat zeggen. Oh, wacht even, ik zet even de camera neer. Nou, ik heb de camera neergezet, dus... maar Linda wou toch niks zeggen, hè? Nee, ik kon het dan weer een beetje vergeten. Ja, maar niks uit, dus... heel goed, dus in ieder geval, we gaan er even lekker chillen. Ja. Even lekker op de bank zitten. Nogmaals, over een half uurtje gaan we daar halen. Heeft hij zin om een beeld? Ik weet natuurlijk niet of hij hartstikke moe is, want hij is een hele dag van huis geweest. Ja. Van vanmorgen... Kwart voor 10 ongeveer heb ik hem naar een vriendje gebracht. Zijn naar Gaia zo geweest. En ja, dadelijk wordt hij gehaald als zich toch een hele dag weg. Dus het kan zijn dat hij moe wordt en of is. En niet helemaal zien van mijn beeld. Dan niet, dan respecteren we dat. Dan sluiten we de vlog thuis gewoon gezellig. Dadelijk af als we thuis komen. Want dan ga ik nog douchen, Daan nog douchen. Yes. En dan gaan we gezellig voor de buis. En alright. Dan is de avond alweer bijna om. Ja, dus in ieder geval, ik neem jullie dadelijk nog gezellig mee. Dus blijf nog even meekijken. Ja, blijf maar even hangen. Jullie hebben al gezien dat we boodschappen hebben gedaan. Ik heb bezoek gehad. Ja, ik ben even weg geweest naar mijn familie. Ik heb wat dingetjes hier gedaan. Wij zelf hebben net gegeten wat jullie zagen. Dus even lekker chillen, even laten zakken. En mocht je ons YouTube kanaal kennen, geef die alsjeblieft door. Ja. Want het zou hartstikke leuk zijn. Dus, ik weet niet wie van jullie al de krantjes heeft ontdekt waar wij in staan. Maar bij de Jumbo en bij de Albert Heijn en Linders hebben ze al ontdekt dat wij erin staan. En zijn er al over aangepokken. Was wel leuk. Hartstikke leuk. We staan sinds wanneer? Nou, wacht. Ik wil even wat toelichten over het krantje. Sinds de hoe zeg je dat? Ja. Sinds die gepubliceerd in is. In ieder geval van de week stonden wij in de krantje met die interview en die foto. Ja, dus dat was van de week. En die loopt tot volgende week, halve week de week loopt die nog. Het mooiste was, wij kwamen bij, wat Linda zei, bij Albert Heijn. Ik weet niet of ik het heb verteld. Maar dus die was een medewerker daar. Die zag ons in het krantje staan. Die zag, hey, wat is dat? En zo kwam het daar... willen jullie dat krantje zien? Ga kijken bij Albert Heijn, Jumbo. We staan trouwens op de voorpagina. Dus dat is de vlog al voorbij. Dus, maar daar hebben we dan even staan kletsen. Ja, dan is de vlog al voorbij. Had ik deze vlog. Had ik zelf eerlijk gezegd. Sorry kijkers. Maar deze vlog dan online komt, is er al inmiddels een week voorbij. Nou, bij deze dan. Als deze vlog online komt, zijn er misschien mensen die het wel ontdekt hebben. Geef even een like of een commentaar erop. Want omdat jullie het wel of niet gezien hebben, laat het even weten in deze reactie. Als deze vlog online komt, laat het dan even weten. Want inderdaad, er liggen er al een nieuwe krantje. Dus daar zijn wij niet meer te zien. We staan wel op de hoofdpagina. Dus kan niet missen. We bewaren het krantje sowieso. Toen waren we in het krantje. Want inmiddels, als jullie nogmaals dit zien, is het weg.
Maar geef wel een reactie of jullie het gezien hebben. Vind ik wel leuk. En geef ook even aan. Ik heb van de week al het krantje al gepromoot. Ah, en geef ook wel even aan wat jullie ervan vonden. Ja, dus in ieder geval, mocht je die vlog nog terug willen zien, moet je even een paar dagen terug. En dan komt alles voor dik in orde. Dus in ieder geval, wij gaan nog even chillen. Even chillen en je ziet ons straks even in de auto. Yes. En dan gaan we er weer vandoor en blijf je even de zaal mee kijken. Ja. Toedeloe. Dat is grappig. Oh, ik zeg ja. We hebben even gechilled en ja, van de week zijn we live geweest. Dat was deze vlog, of deze dag was het. Dus wij gaan naar de auto en Daan halen. Ja. Wij zitten in de auto en we gaan op naar Daan. En die zien jullie dadelijk in de auto. Dus ik moet even een stukje rijden, want dat is een beetje buiten Heerl is het. En ja goed, dat maakt voor de rest niet zo heel veel uit. Dus in ieder geval, wij gaan die kant op. Toedeloe. Wij staan hier bij dit vriendje voor de deur. Dus we gaan even naar binnen. Dan zien jullie dan dadelijk. En wie zit er in de auto? Daan. Dus in ieder geval, wij gaan op naar huis toe. Hij heeft het heel erg leuk gehad. Dus in ieder geval, toedeloe en tot thuis. Wij zijn weer thuis aangekomen. En Daan heeft een hele leuke dag gehad, want hij was in de auto aan het vertellen. Hij is in het Gaia Zoo is die geweest, wat in Kerkrade is. Dat is een heel leuk dierentuin is dat. Ja, ik ben een aantal jaar terug ben ik daar eens een keer met het werk geweest, maar toen was het niet zo uitgebreid zoals nu. Dus, maar hij heeft het heel leuk gehad nogmaals. Hij heeft allerlei dieren heeft hij daar gespot en ja goed. Hij is in de fanshop is hij daar geweest, want hij heeft geloof ik wat gekocht. Van zijn eigen zakgeld, moet ik zeggen. Kijk eens. Dat is een 3D plat, zullen we zeggen. Voor het ontbijt eigenlijk. Dus hij vond dat mooi, dus van de stokstaart. Dus hij heeft een hele leuke dag. Hij heeft daar gegeten bij het vriendje. En ja goed, ze hebben daar gespeeld. Achterom daar gespeeld. Dus ja, dat was hartstikke leuk voor hem. Dus want hij kreeg dat gisteravond te horen en hij was zo blij en enthousiast dat hij er vandaag mee is geweest. Dus het was wel hartstikke leuk. Dus maar in ieder geval, ik ga de vlog met deze ga ik afsluiten. Laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zou wel hartstikke leuk en fijn vinden. Dan ga ik nu echt afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. Het zou leuk zijn als je lid zou worden. Kijk de vlog van gisteren terug. En dan wijst het zich vanzelf. Dus scan de QR-code. En dan komt het vanzelf. Dus in ieder geval, toi toi toi. En tot morgen in een gloednieuwe vlog. Doei. Tot morgen. Doei. En alles wat jullie wenselijk is, wensen we jullie toe. Toedeloe. Tot morgen.